Kerngezond TV is powered by Volta Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf basisschool De Karneel in Nederweert. Yeah! Ja, de kinderen van groep 6 zijn al super enthousiast straks voor de challenge en het fruitschoelen, maar we hebben daarvoor nog de vlog, we hebben de prijsvraag. We beginnen, zoals jullie van ons gewend zijn, met het kerngezonde nieuws van deze week. De kinderen van basisschool De Mussenberg uit Horren waren te gast bij zorgcentrum Horneheide van Protheion. Hier hadden ze samen met de bewoners kerngezonde activiteiten in het kader van het thema jong en oud. De kinderen van basisschool De Juik uit Roggel maakten kennis met verschillende sporten. Volleybal via volleybalclub Acretos, dans met dansstudio Puls en kickboksen via sportcenter Balance. Een sportieve activiteit waarbij iedereen lachend in beweging was. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik eens een kijkje nemen bij het sportcentrum. Ik ben benieuwd wat ze hier doen. En dan kan ik zelf ook een beetje spieren kweken. Komen jullie mee? Ja, dat klopt. Wat doen jullie hier eigenlijk bij het sportcentrum? We helpen de mensen met afvallen, spieren opbouwen, conditie opbouwen. Eigenlijk helpen ze om lekker sportief bezig te zijn. Maar ga maar vast kijken, kom ik er zo aan. Santi, dat is natuurlijk hartstikke verkeerd. Zal ik hem even voordoen? Oké. Eerst ga je op je billen zitten, voeten tegenaan, rechter rug en dan ga je trekken. Wil je proberen? Ja. Goed zo. Dit is het onderdeel voor kinderen. Dus dat is circuittraining. Dat zijn allemaal losse oefeningen die we dan onder begeleiding samen gaan doen. En waar gaan we mee beginnen? Zal ik je laten zien. Santi, goed gedaan. De volgende keer gaan we verder met kickboksen. Dat kunnen kinderen hier ook doen. Maar voor vandaag hebben we genoeg gedaan. We gaan lekker opkleden. Hey, mee? Hey, wat is dat? Dat is een check voor Kika. Binnenkort ren ik de marathon in Tokio voor Stichting Kinderen Kankervrij. En die zetten zich in voor kindjes die kanker hebben. Dus iedereen kan mij daarbij steunen. Nou, dat vind ik wel echt super vet. En ik wens je in Tokio heel veel succes. En jullie zie ik volgende week weer. Doei! Ja, en dan gaan we door met de challenge. En dat doen we met groep 6 van basisschool De Karneel in Nederweert. En de kaartjes zijn getrokken en Rick, jij hebt het kaartje getrokken taal. Aan jou de taak natuurlijk om het goede antwoord te geven op mijn vraag om zoveel mogelijk schoelstenen te verzamelen voor straks het fruitschoelen. Daar komt de vraag. Welke taal spreekt men in Oostenrijk? Duits. Duits is het goede antwoord! Yeah! Saar, jij had de vraag eten en drinken. Van wat voor soort deeg
wordt een saucijzenbroodje gemaakt. Van welke soort deeg, Saar? Een bladerdeeg. Bladerdeeg is helaas goed. Heel goed. Ik schuif eventjes op. Thomas, welk kaartje heb jij getrokken? Op het randje. En weet je wat dat betekent? Ja. Wat ga je doen? De joelstenen op de sticker plakken. Nou, schuiven. Schuiven. Jij krijgt 3 pogingen om van hieruit de sticker van Kerngezond te raken. Voor deze 2 joelstenen. Dus probeer het maar. Poging 1. Iets te hard. Poging 2. Iets te zacht. Nog 1 poging. Je maakt het wel spannend, hè, Thomas? Even, wacht, Thomas. Moedig hem even aan. Thomas. Ja, dat is balen, maar dat geeft niks. Goed gedaan. Applaus voor Thomas. En Thomas, we hebben jou nog even nodig, want jij kan toch helpen, Kevin helpen, aan de joker. Want de joker is natuurlijk wel belangrijk. Kevin, welk kaartje had jij getrokken? Boost your voice. Boost your voice. Jij mag dus de komkommer in je mond en je mag het woord gaan zeggen wat ik je hier laat zien. Dus doe eerst maar de komkommers dwars in de mond. En jij, Thomas, jij moet raden wat hij zegt. Basketbalwedstrijd. Basketbalwedstrijd. Ja! De joker is binnen! Ja! Wij gaan fruitsjoelen. Ja, wij gaan fruitsjoelen en dat doen we met Sun. En ze zijn al aan het oefenen om haar heel goed aan te moedigen. Sun, heb je er zin in? Ja. Jouw klas had het heel goed gedaan. 2 extra steentjes met een 1. 2 extra met 2 punten. En, heel belangrijk, de joker. Ze liggen klaar. Je mag dadelijk beginnen met de 1, dan de 2, 3, de 4 en als laatste de joker. Jullie hebben alvast een heerlijke komkommer. Ik zou zeggen, allemaal tegelijk een knak. En dan kunnen we beginnen. Sun, succes! Kijken wat de kaneel gaat doen. Oei! Jammer! Jammer! Moedig eraan, jongens! Even, nou naar achteren, nou naar achteren. Ja, achterin. Oei, die scheelde niet veel. Probeer hem er tussendoor, hè. Ja, maar de 3'tjes nou. 12 punten erbij. 3 punten erbij. Oh, die komt uit het gat terug, de 4. Over en ja, mondje dicht. En dan gaan we, oh, de joker. Als je die joker. En dan moet je, want je hebt nog niet zo heel veel punten. Dus alles proberen om die joker achterin in die 10 te krijgen. Want dat zijn hoeveel punten? 100. 100 punten. Gaat ze dat lukken? Ja. Ja, hier. Ik denk van hieruit. Oh. Ja, kijk maar. Jammer. Applausje voor Sun. Met een score van 16 punten valt groep 6 van basisschool De Kerneel net buiten het klassement. De klas met op het einde de hoogste score wint een uitstapje naar Limburgs Uitje in Zevenum. Deze dag wordt afgesloten met een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Zometeen de uitslag van de rebus uit aflevering 12, maar nu eerst een nieuwe rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. Weet jij het goede antwoord? Mail dit samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar het onderstaande e-mailadres of stuur een bericht via onze Kerngezond app. En dan nu de uitslag van de rebus uit aflevering 12. Verander bij het woord kar de letter A voor een E. Haal bij het woord kast de eerste 2 letters weg. En vervang bij het woord stil de letter I voor een A. Zet dit achter elkaar en het woord kerststal komt tevoorschijn. En de winnaar is Danielle Kolbers uit Halen. Proficiat, Danielle. Hiermee zijn we bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Denk aan het insturen van het goede antwoord op de prijsvraag. Denk aan de
QR-code, zoals hij hier zegt, boven in beeld, voor het downloaden van de gratis app. En dan zou ik zeggen, vanuit basisschool De Kraneel in Nederweert, tot volgende week, tot kerkens op. Hoi! Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Jong Leren Eten, Landal de Lommerbergen en Sicon Logistics.